De reis ging afgelopen zomer naar het Ierse Dublin. Een stad met prachtige en bijzondere tuinen. The place to be voor echte tuinliefhebbers zoals Rob. Het zelfstandige Ierland is eigenlijk hier begonnen, in 1916. Toen werd hier eigenlijk voor het eerst de Ierse Republiek uitgeroepen. Die werd nog niet verwezenlijkt, dat was pas 5 jaar later. Ierland is sowieso een heel interessant land, ook voor ons. Want de temperatuur is gemiddeld per jaar 5 graden hoger. Dat betekent dat heel veel planten het hier makkelijk overleven. En dat ga ik eens even bekijken.